Wat vindt je vader ervan dat je dit doet? Nou, die is altijd trots op me. Oké, dat gaan we eens even doorsturen. Toch, pap? Ja. En deze poedertjes kunnen daarbij helpen. Pre-workout shake. Maar zo'n scoopie is niet zonder risico. Het kan zelfs zo zijn dat je ongemerkt harddrugs naar binnen gooit. Nee, hij is niet helemaal onder de indruk van Jack. Gaan wij dit wel zijn? Ja, dat gaan we vanzelf zien vandaag. Zo, Ivan. Jack 3D wordt het ook al genoemd. Voor mensen die niet snappen dat dit een 1 moet voorstellen. Ja, inderdaad. Ja. Dit is Jack. We hebben vandaag een cameravrouw in dienst genomen. Want dit is wel echt een hele populaire. Dus we moeten het even goed vastleggen. En ze wilde hem ook verdienen. Dus ja, ze zei ik wil ook een scoopie. Toen dacht ik, nou als je dan gaat filmen dan... Daar staat het vast, hè? Daar staat het op beeld dat jij ook... kijk even naar jou. Dat je ook aan deze troep gaat. Ze heeft dus een beetje onze serie eigenlijk al gestolen op haar eigen Instagram. Mocht je de avonturen van een bikini fitness model willen volgen... Dan moet je even... Het is wel, hij is komt nu. Zo, jezus, plukt ze zichzelf ook. Jij was gewoon nog onderweg en dan plukt ze zichzelf. Ah, lekker. Nee, ik kwam een beetje zo van het opwaaiende stof kwam in mijn neus. We gaan wel echte scoops doen. Ik zie al weer hoe het gaat anders. Nou ja, goed. Het is, welke smaak is dit? Waarom heb je nou zo'n grote lepel gepakt? Ja, ik zag geen kleine lepel zo. Wat welke smaak is dit? Ja, hij is niet mijn, hè. Green apple. Maar het ziet er nogal geel uit voor green apple. En er zit een beetje groen in, zie je dat? Ja, joh. Wat is dit, joh? Dit moet je even van dichtbij zien. Dit is home production, is dit. Kijk hier bovenin. Dit is echt niet goed. Dit is zeg maar... heb je die serie Chernobyl gezien? Ja. Goed, ik ga het zo even... Wat ga ik even doen, hè? Goed. Ben je klaar voor? We gaan hem atten, hè? Voor een shotje. Nee, wacht. We gaan eerst even een klein beetje proeven. Gewoon even voor het... Proost. Proost. Het ruikt goed. Nee, die is echt niet zo ranzig als die andere. Nee, dit smaakt een beetje naar die gold standard zure appel pre-workout. Ja, dat is toch prima. Nee, is best oké. Ik wil dat iets... Ik denk wel dat Isabel de moeite mee gaat hebben. Ja? Ja. Goed. Dat is leuk. Goed. De rood of de gladiolen? Let's go. Ja, hij is wel minder erg, maar hij is niet lekker. Is het bitter? Hij heeft wel iets bitters, ja. Bitter. Of zoals iemand het noemt, zuur. Het is allemaal zuur of wat pak dan ook. Dan ga je door, het is op. Nee, het is niet op. Goed. De smaak is medium. En wat kunnen we hiervan verwachten, even kort, voordat we de gym in duiken? Ja, gewoon weer de longen die open gaan. Goeie pomp. De energiesluizen die open gaan. Goeie pomp. Oké, okay. En in tegenstelling tot de T5 van vorige week, dit werkt na een kwartier, hè? Ja, dit gaat meestal vrij rap. Ja. Zijn we ook gaan zitten, ja, want anders dan gaat het niet goed komen, denk ik. I will serve you well. Ben je er klaar voor? Nee. Waarom wil je dit eigenlijk? Gewoon, het is voor hetzelfde als jullie. Gewoon lekker trainen. Nee, doe even. Gewoon lekker trainen. Wat wou je zeggen? Even? Ja, even wat minder. Oh. Wat vindt je vader ervan dat je dit doet? Nou, die is altijd trots op me. Oké, dat gaan we eens even doorsturen. Toch, pap? Ja, had je? Abonneer gelijk even. Neem anders eerst een klein slokje. Nee, ik ga gewoon in één keer ga ik het shotten. Oké. Okay. Oh, ik word helemaal zenuwachtig van. Drink. Ik denk dat er alcohol in zit. Nee, joh. Alcohol. Oh my god. Lekker. Oh, deze gezicht is onbetaalbaar. Je moet wel even alles omdrinken, weet je wel. Wat vind je ervan? Goor. Maar het is niet zo goor als die... Black Booster? Ja. Oké. Nou, wij gaan lekker naar de gym. Buikspieren zijn opgewarmd, hè? Beetje lol. Let's go! En, voel je iets? Nee. Nee, echt niet. Ik voel misschien een lichte tinteling hier, maar ik voel... Een lichte tinteling hier in je eigenlijk, hart. Redelijk weinig. In ieder geval, tot tegenste, als ik het zou vergelijken met die Black Booster, voel ik niks. Oké, en jij, Ivan? Ja, ik voel me wel aardig in mijn gezicht, mijn longen. Wat voel je in je gezicht dan? Ja, weet ik veel, gewoon lekker warm. Een lekker warm gezicht, daar doe je toch niet voor? Nou, wieso niet? Ja, weet ik veel. Ja, daar nee, maar gewoon, ik weet niet veel, gewoon de bloeddruk is dat. Oké. Ja, ik voel nog helemaal niks. En net ook toen die tas vast had, zette gelijk op, dus ik denk dat het goed gaat komen. Oké. Ik voel nog helemaal niks.
maar... Nou, ik voel me wel wakker, laat ik het zo zeggen. Ja, wakker. Ik voel me wel wakker. Oké, ik ga chest trainen. Dus lekker beentje, lekker pompen, schouders erbij. Ja. En jij? Schouders, armen en ik doe waarschijnlijk wel een klein beetje chest mee. Oké, wat ga jij trainen? Schouders, rug en armen. Oké, nou jou zien we waarschijnlijk niet meer, want jij gaat altijd volledig in je eigen wereld. Ik train tenminste hard. Focus. Oh. Goed, leuk. Wij gaan samen door. Want ja, we kijken op het einde wel wie het langst doorgaat. Dus ja, ja, ik denk dat hij ze wel halverwege gewoon leuk weg is. Ja. Oké, we gaan trainen. Let's go! Cream as I'm voicing a laugh, yeah. Who is this kid and where is he from? What is this shit and what has he done? Talking the shit, what is he dumb? Yeah, I'm having fun. This is his plan, it all seems so simple. Reading his hand, it looks like so simple. What? Thinking again, it's cheat sheet with simples. Man, give him a signal. What is your plan and why do you do it? Man, I don't know why I pursue it. Lukt het? Ik heb dorst, ouwe. Maar de tank is vol, dus we gaan weer door, let's go. When I get angry, I just do it more. Then they are hating, now answer the door. I've been out banging, I'm banging, I'm bored. I've been out thinking and waiting for tour. They've been out meeting and creeping with walls. Well, I've been out practicing, breeding the chords. Yeah, it feels nice, right? Making these bangers all night. Popping the fizzle, let's break. Shopping for Skittles while she giggles twice. Looking so sexy, making a taxi. Cracking her open, popping her Pepsi. This is so messy, don't even test you. What is he saying? This is so deadly. Imagine the chances of making this shit. I think I'm just making it quick. Couldn't imagine the fucking disease you would have to have to not listen to me. What is my plan and why do I do it? Ask me these questions like why I consume it. This is my message like why I make music. Like I need your blessings before I can do this. No. Kom erbij. Oeh, nou, als ik er niet verward uitzie nu, dan weet ik het ook niet meer. Tijd voor een kappertje. Dat ik wil zeggen, dat komt niet door de DMA, toch? Of wel? Nou, we hebben wel zodanig getraind dat de haartjes wel door de war zijn gegaan. Ja, tot heel veel wind hier binnen. Ja, nee, dat helaas niet. Goed, Jacked 3D, Jacked. Ben je al jacked? Ik ben wel opgepompt, laten we daarmee beginnen. We hebben natuurlijk tussendoor geen updates gegeven, omdat we dachten, we gaan gewoon alles in één keer doen. Eindconclusie, nou ja, zeg jij het eerst maar. Ja, ik vind het wel chill, maar gewoon, dat zei ik bij de Black Booster ook, hè, dus je wordt wel wat meer gejaagd, of in ieder geval meer aangejaagd om zo hard te trainen dan bij een gewone pre-workout. Dus je moet er niet al te veel van verwachten, het is niet heel heftig verder. Je krijgt wel pomp, dus pomp is goed. Ik denk dat je er wel, ik voel het toch vaak in mijn longen gelijk, dus ik ben er wel klaar voor. En stiekem train je toch altijd wel weer wat langer dan je normaal denkt. Ja. Maar het is niet de hype die je bij sommige andere stimulerende middelen wel krijgt. Nee. Dat is voor mij de conclusie, denk ik. Nee, precies. Lennart, wat vond jij ervan? Ja, Lennart. Leuk dat je het vraagt, Iwan. Nee, ik vond hem, gezien de hype en de verwachting die ik ervan had en de naam die het heeft, matig. Ja, had je meer verwacht? Ik vond het leuk om te proberen, maar ik denk dat... we hebben harder getraind, we hebben langer getraind dan een normale sessie. Maar ik denk dat dat ook komt omdat we gewoon samen trainen. En omdat het een beetje de hype is van hoe we doen iets nieuws. Voor mij was het nieuw. Maar ik denk dat je dat met een gewone pre-workout die je gewoon bij elke andere winkel kan kopen, denk dat dat er ook zou hebben. Ja? Ja. Ik denk dat deze... Jij voelt die DMA altijd wat minder, hè? Ik voel het altijd gelijk, ik weet niet. Ja. En ik ben niet veel gewend, wat dat betreft. Nee, dus, ik weet ook niet waarom. Ik weet ook niet wat het is. Misschien omdat ik gewoon heel zwaar ben inmiddels. Ja, het zou kunnen. Ja. Ik ben natuurlijk wat lichter geworden, dus meer effect op mij. Ja. Nou, ik denk, als je veel moeite moet doen om dit in huis te halen, zou ik je die moeite sparen. Ja. Ik weet niet, hoeveel heb je hiervoor betaald voor dit potje?
45 euro denk ik. 45 euro? Een euro per scoopie, ja. Ja, dat is aan de prijs, dan voor pre-workout. Ja, ja, dat is, ja. Het blijft natuurlijk illegaal, hè. Het blijft natuurlijk niet, ja. niet makkelijk te nee. verkrijgen, dus dan gaat de prijs op omhoog. Het is wat moeilijker om het in Nederland te krijgen. Ja, ja. True. Eindconclusie, leuk om een keer te proberen, maar niet fantastisch voor mij. En we zijn geen verkoopkanaal, dus ik zeg het alvast. Ja, je kan DM sturen, maar we lichten voor, hè. We doen een voorlichting. Ja. We zijn de spuit en slik van de fitnessindustrie. Ja, ja. Dat leek me goed schreven. In dit geval zeker. Wel. Ja. Dan nog even een ander dingetje. Ik ga op vakantie, even 2 weekjes, 2,5 week. Jij gaat nog wel iets doen. Ja, ik wil nog wel een update geven. We hebben het laatst natuurlijk gehad over iemands kutzie en wat moeten we daar nou nog mee. Wel wat vragen gezien. Daar verzin ik gewoon nog wat bij en dan kom ik wel met een update. Ja, dus iemand gaat filmen en editen. Nou, dat wordt wat, jongens. Ja, of gewoon raw, hè? Gewoon in één... Gewoon raw. Eén one clip. Nou, alleen daarvoor zou ik al die video gaan kijken. Hoezo? Dat wordt gewoon grappig. Ik kijk er gewoon nu al naar uit. Ga je hem kijken? Voel ik, ja, tuurlijk. Dan voel ik me even. Doe me in Spaans ver, voel ik even een abonnee. Ja, zeker. Is goed. Yo quiero pagar la cuenta, por favor. Ik ben een Spaans aan het leren. Ja, is goed. Ik stuur de rekening wel op, is goed. Doe even een blauw duimpje omhoog voor die Jacked. Als je nog een vet andere pre-workout weet, drop het in de comments. En vergeet niet te abonneren, op het belletje klikken en een blauw duimpje gespierd in de lucht. Ja. Fit boys out. Fit boy out.